gegeven door de sporthal. Mag ik hierbij 3x3 Unites uitnodigen? Misschien kan ik heel even context geven hieraan. Wij zijn bezig al tijden, dat weten jullie als buurt, met een ontzettende ontwikkelslag voor de K-buurt. Wij willen de K-buurt echt voor de mensen die er zijn beter maken. Daar horen ook in, voordat we gaan bouwen, want daar gaan we het straks over hebben, dat er al tijdelijk dingen komen. Er is al een do-it-yourself skatepark. Jullie hebben al net gehoord van het tijdelijk jongerencentrum. We hebben het straks ook nog over de ondernemercontainers en de wijktransitiehub. Maar dit past in het totale plaatje van wat kunnen we nu al doen om nu de K-buurt tot leven te brengen. Dus die context die wou ik even schetsen en ook zeggen, de plek waar die komt is hier naast het buurthuis. Dat is de bovenste plek. Dankjewel. Top, dankjewel Mike. Mooie introductie. Goedenavond iedereen. Leuk dat ik direct iets mag vertellen. Mijn naam is Jesper Jobsen, medeoprichter van Stichting 3x3 Nights. Begon in 2016 hier in Amsterdam Zuidoost, eigen sports, maar ook eigenlijk gelijk hier in de K-buurt. We zijn een stichting die eigenlijk 3x3 basketbal gebruikt, de urban variant van het normale basketbal, als middel om jongeren eigenlijk vaardigheden te leren die ze niet alleen op het basketbalveld gebruiken, maar ook op andere momenten in hun dagelijks leven kunnen inzetten. We leren jongeren de leiding te nemen, we leren jongeren reflecteren op hun eigen gedrag, initiatief te nemen, zelf met ideeën te komen. En dat proberen wij als organisatie te faciliteren en jongeren de kans geven om zichzelf ook werkgelegenheid te creëren. Dat doen we door middel van onze leaderopleiding. En ondertussen hebben we in Amsterdam, en zeker in Amsterdam Zuidoost, meer dan 400 jongeren opgeleid in de afgelopen 6 jaar tot leader. En al die jongeren geven lokaal op hun eigen pleintjes waar gebasketbald kan worden de gelegenheid om een baantje voor zichzelf te creëren, activiteiten te bedenken, evenementjes op te richten en te starten. Om te kijken of dat succesvol kan worden en ze daarin te helpen in hun ontwikkeling. Ja. En wij zijn altijd op zoek naar plekken waar we structureel binnen onze sport kunnen uitoefenen. Op pleintjes kan het gelukkig een groot deel van het jaar. Maar iedereen kent de Nederlandse winters, dan is het vaak lastig om zeker een sport als basketbal buiten te kunnen blijven spelen. Wij hebben de gemeente al die jaren uitgedaagd om mee te denken en wat voor faciliteiten er mogelijk zijn. En nu bleek al enkele jaren in Amsterdam-Noord in een aantal containers en fantastische eigenlijk bouwwerk te liggen dat als indoor faciliteit voor sport kan fungeren. Genaamd de Paperdome, hier zie je hem opgebouwd. Nou, laten we terug naar in die plaat gaan maken. Hier zie je hem opgebouwd, met dak, helemaal dicht. Een fantastische ruimte om binnen te kunnen sporten. Om onze sport 3x3 basketbal aan te bieden, maar ook alle andere activiteiten die we als organisatie doen. Maar zeker ook een ruimte waar we gezamenlijk, met jullie ook, als buurt, over kunnen nadenken wat er allemaal in die ruimte mogelijk zou kunnen zijn. En daarbij is voor ons geen initiatief, geen idee creatief genoeg. Dus iedereen die denkt, hey, ik zou er iets mee kunnen, ik zou er iets mee willen en ik heb interesse om ook van deze ruimte gebruik te maken. Ik denk dat Mike, maar ook wij graag met je in gesprek gaan om te kijken wat daar mogelijk is. Het moet een plek worden wat ons betreft die toegankelijk is voor iedereen, die de buurt verbindt op een manier wat hier al gebruikelijk is. En als wij er op deze manier een bijdrage aan kunnen leveren en jongeren ook in hun kracht kunnen zetten op die plek, dan hebben we denk ik met elkaar een hele mooie situatie gecreëerd voor de komende jaren. Mike zegt tijdelijk en inderdaad, het is een locatie die er tijdelijk zal staan. Maar wel lang genoeg om met elkaar heel veel plezier van te geven. Dank jullie wel. Heel cool. Donderdag 24 november is er om 10 uur gevraagd of er bij ons een programmeringsoverleg over kan zijn. Dus iedereen, kijk ook naar jou en die daarbij wil zijn en die ideeën heeft, is welkom. Maar natuurlijk ook op andere momenten, gewoon rechtstreeks. Ook, en ik denk dat ook heel veel via mijn gelo zal lopen, dat we dat samen als buurt doen. Want we doen het uiteindelijk voor de jongeren van de buurt.